Marco Borsato gezongen door het koor. Ik ga u vertellen over mijn oom Piet Schot, een van de vijf broers van mijn vader Corso. Hij werd geboren in Limmen in 1916. Behalve Piet en mijn vader hadden mijn opa en oma nog vier jongens en twee meisjes. Zij woonden aan de Pagelaan in Limmen. Piet was een vrolijke, levenslustige jongen. Hij ging vaak als hij uit school kwam naar bakker Sassen, die vlakbij hem woonde. Die hielp hij dan in de bakkerij. Kennelijk is daar de liefde voor het bakkersvak ontstaan. Want toen zijn schooltijd erop zat, ging hij in de leer bij bakkerij Karels in Alkmaar. Daar heeft hij een degelijke opleiding genoten. Maar na een paar jaar hield hij het daarvoor gezien. Het avontuur lokte. Hij monsterde aan op een schip van de Nederlandse stoombootmaatschappij, waarop hij als bakkerkok naar Nederlands Oost-Indië voer. Na twee jaar keerde hij terug aan de wal en trad in dienst bij bakker Gruber in Beverwijk. Het was inmiddels oorlog en deze man was een Duitser. Op een dag wilde Piet een vrije dag opnemen die hij nog te goed had. Zijn baas was het daar echter niet mee eens. Er ontstond een woordenwisseling waar Piet vertrok, zijn baas boos achterlatend. Piet nam ontslag, vond een andere betrekking bij de bakkerij in Heilo, kreeg verkering en vergat zijn Beverwijkse baas. Maar is die ook niet vergeten? We zullen het nooit weten. Vast staat dat enige tijd later de groene politie aanklopte bij de familieschool aan de Pagelaan. Zij vroegen Piet te spreken. Zijn vader Cor, niets vermoedend, vertelde de Duitsers waar hij was. Daar hebben zij hem gearresteerd en meegenomen naar een post in Amsterdam. Vandaar is hij naar het concentratiekamp in Amersfoort afgevoerd. Anton Rietveld zat daar ook. En via zijn familie hoorde vader en moeder school dat Piet het goed maakte. Toen de oorlog voorbij was, hoopte zij hun zoon spoedig weer te zien. Maar dat gebeurde helaas niet. Als laatste wanhoopspoging plaatste zij een advertentie in het Noord-Hollands Dagblad. Pas maanden later kregen zij bericht dat hij begraven lag in Amersfoort. Vader en moeder moesten daarheen om hun zoon te identificeren aan zijn gebied en de Amerikaanse schoenen die hij aan had. Daar kregen zij ook te horen dat Piet Schol met negen anderen op 24 september 1944 was geëxecuteerd als represaillemaatregel voor door het verzet gepleegde sabotage tegen de Duitsers. Nog strengender was de mededeling dat er naar alle waarschijnlijkheid sprake was geweest van een persoonsverwisseling, omdat er nog een Piet Schol in het kamp Amersfoort verbleef van wie wel duidelijk was waarom hij daar zat. Terwijl niemand begreep waarom Piet daarheen was gebracht en zeker zijn ouders niet. Zijn lichaam is vanuit Amersfoort naar Limmen overgebracht en daar 28 februari 1946 op het RK Kerkhof begraven. Piet Schol, een geliefde zoon, broer en vriend, werd slechts 28 jaar.